Welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de serie die ik samen met het Instituut voor Beeld en Geluid maak over de media in crisistijd. Vandaag gaan we het hebben over muziek. Tournees en concerten allemaal afgelast en het hele festivalseizoen is integraal geannuleerd. Hoe gaan muzikanten en organisaties daarmee om? En misschien wel de belangrijkste vraag, wat kan er eigenlijk nog wel? Hierover ga ik praten met Niels Alberts, eindredacteur van VPRO's 3 voor 12 en zanger Alain Clark. Conservator Wietse Koppelman dook in het archief op zoek naar oude festivalbeelden. Dierenwinkel, jongens. Heel veel artiesten zaten de afgelopen weken niet stil en lieten volop van zich horen via de social media. Want ja, geen muziek, geen artiest. Zo traden veel artiesten op vanuit hun huis. Er werd samen op afstand gemuziceerd en gezongen. En er werden live concerten gestreamd vanuit clubs, concertzalen en vanaf een dakterras. Muzikanten proberen zo creatief mogelijk te zijn om hun fans thuis te vermaken. VPRO's muziekplatform 3 voor 12 zou normaal gesproken al midden in het festivalseizoen zitten. Maar ja, dat gaat allemaal niet door. Wat doen ze daar nu eigenlijk wel? Dat ga ik vragen aan eindredacteur Niels Alberts. Goedemorgen, Niels. Goedemorgen. Hoe is het daar? Nou, hier is het wel oké. Ja, voor jullie moet het ergste nog komen, denk ik toch? Want het hele muziekseizoen is afgelast. Ja, onze hele agenda is leeggeveegd. Je moet je voorstellen, vanaf eind mei tot begin september staat ons hele werk eigenlijk voornamelijk in het teken van festivalverslaggeving. We gaan eigenlijk langs alle grote festivals die ertoe doen. Ja. Wat gaan jullie doen? Je hebt er vast over nagedacht. 30 man in een zaaltje, 100 man op een berg. Je moet echt iets gaan veranderen, denk ik toch? Met Lowlands en Pinkpop zijn we echt bezig om te kijken hoe we de festivalverslaggevers zoals we die normaal gesproken zouden doen, samen met 3FM en een aantal andere omroepen en het festival zelf natuurlijk, op een andere manier naar online kunnen vertalen. En dat is, ja, dat is heel leuk, dat is heel spannend, maar dat is ook best heel ingewikkeld. Ja. Je denkt dat het gaat over wat er op het podium gebeurt, dat het gaat over de line-up en dat het gaat over welke acts er optreden of dat het gaat over wat er op het voetbalveld gebeurt. Mm. Hè? Ik bedoel, seizoenskaart van FC Utrecht. Dat is precies hetzelfde verhaal. Maar je komt erachter dat dat sociale element, daar zitten, daar naartoe gaan, ja, voor het podium staan, discussiëren of je falafel gaat eten of een broodje frikadel speciaal, elkaar kwijtraken. Dat is meer dan 50% van het festival. Ja, het mooiste is dat je daar staat en dat je wordt gegrepen door de muziek en dat je dat dan kan delen met je dierbaren. Daar gaat het om, toch? Het zijn wel de festivalervaringen die het zo bijzonder maken. Hoe ga je je best doen om die sfeer die normaal daar op dat grasveld is, op een online manier te vertalen? Dat lijkt me een hele klus. Ja, dat is ook een hele klus. Maar je ziet wel allerlei initiatieven op het ogenblik. Dat is ook weer heel leuk om te merken. Eigenlijk vanaf die lockdown, die quarantaine, zijn er al allerlei kleine dingen of allerlei probeersels van of festivals of van clubs, waarbij er al elementen zitten waar wij wel gebruik van kunnen maken en die we hopen nog te verbeteren. Wij zijn bijvoorbeeld bij dat idee met Lowlands waar we nu mee bezig zijn, echt weer aan het kijken of we daar nog een stapje bovenop kunnen doen. Die interactie tussen mensen, het met elkaar hebben over wat je ziet, wat je meemaakt, waar je naar luistert, wat je tof vindt. Daar willen we ook naar kijken of we dat op tijd kunnen doen. Dus je moet gewoon op een bepaald moment voorzitten. Dan kijk je het en daarna is het klaar. Want ik denk dat dat ook heel erg leuk ja, is. Niet van kijk maar op je eigen tijd. Nee, allemaal tegelijk. Juist, het nu-moment is heel belangrijk. Ja. Ik denk dat jullie die hele muziekindustrie degelijk kunnen ondersteunen, Niels. Superbelangrijk dat jullie er zijn en veel succes met alles. Daar gaan we ons best voor doen. Hoi hoi. Bye bye. Hoi. De Nederlandse media doen al decennia lang verslag van festivals. Beeld en geluidconservator Wietse Koppelman dook in het archief op zoek naar mooie fragmenten. Deze zomer moeten we het helaas doen zonder onze geliefde festivals. De Nederlandse media die ontdekte de festivals al redelijk vlot. Maar bij de eerste edities was er eigenlijk vooral verbazing over het fenomeen en al die rare jongens en rare meisjes die er toch op afkwamen. Nou, dit bioscoopjournaal neemt je mee naar 1967 in de Oude Rai in Amsterdam, waar tijdens een lavin 8000 hippies zich verzamelen. High in the Rai was de verzameltitel waaronder men hier lief zijn wilde. Op verschillende punten in de immense zaal waren podia opgericht waarop beatbands die hoeveelheid geluid produceerden zonder welke een jeugdfeest tegenwoordig geen feest meer is. En velen gaven zich met grote intensiteit over aan de dans, waarbij enkelen zelfs in trance geraakten.
Sinds die mythische tijden besteedt de Nederlandse radio en televisie volop aandacht aan festivals. En heel soms is het toch beter om thuis op de bank te zitten dan voor een feestvierend podium te staan. Kijk maar naar deze beelden van een editie van Pinkpop die door zwaar noodweer bijna vergald was. Het is nu nog even doorbijten, maar ik verwacht niet dat dit ook nog voor verdere vertraging in het programma zal hoeven te gaan zorgen. Ga minimaal 50 meter achteruit. Nu. En het is even serieus. Ik wil geen paniek, doe het rustig. Geef die mensen eruit, jullie mogen straks allemaal weer terug. Laten we in ieder geval hopen dat als het weer mag, we nog genoeg legendarische festivalbeelden kunnen verzamelen voor het mooie archief van Beeld en Geluid. Heel veel zangers en muzici kunnen niet optreden. Hoe ziet hun muzikale zomer eruit? What does my summer look like? Well, it looks empty. It was going to be filled full of travel and concerts and preparing for concerts, but now it is completely empty. But this second that I'm able to go and visit my darling eldest daughter and mother and brother and all of my nieces and nephews in the UK, that's where I shall go over the summer. And the sooner that can happen, the better. Mijn vak is zingen en mensen entertainen en performen. En dat doe ik nu via een stream, een streamingskanaal. En dat heet privépodium.live. En dat is superleuk, alleen natuurlijk heel gek, want zonder publiek. Dus ik hoop dat ik ergens in juli bijvoorbeeld ook met publiek kan optreden. In juni mag dat met 30 mensen, dus dat zou in het De La Mar Theater zijn in Amsterdam. Maar misschien later in het De La Mar kunnen we het wel doen met 100 man publiek. En dan kunnen we langzaam weer opbouwen. Ja, en nu vanaf juni kan er natuurlijk langzaam weer iets, maar over het algemeen speel je dan in een grote zaal voor veel te weinig mensen. Dus ik zit erover na te denken hoe ik eigenlijk deze huiskamer, waar ik zo vertrouwd mee ben geworden, mee kan gaan nemen het land in. Om toch voor die mensen te spelen en een soort intimiteit te creëren. Ja, hoe breng ik mijn zomer door? Ik luister heel veel naar muziek. Ik schrijf veel dingen op. Ik kijk veel series en films om maar een beetje de inspiratie vast te houden die... Ja, die leuk zijn voor de dingen die komen gaan, misschien volgend jaar. En voor de rest hoop ik toch echt van ganse harte dat we heel snel weer aan de gang kunnen in het theater. En daarbuiten. En potverdomme zeg, ik mis het. Oh. Zanger Alain Clark was een van de eerste die begon met muziek maken op Instagram. In zijn zogenaamde Safe Space uitzendingen. Daar willen wij meer van weten, Alain. Hallo, hey. Goedemorgen. Hey, goedemorgen, alles goed? Ja, zeker, met jou. Ja, heel goed. Jij was een van de eerste die op Instagram van zich liet horen in de Safe Space concerten. Hoe ben je daar opgekomen? Ja, het was eigenlijk op het eerste moment toen we allemaal hoorden dat we niet meer konden spelen. En eigenlijk heel snel daarna kwam ook de gedachte en vooral de realisatie van, ja, maar alle collega's, artiesten, muzikanten zitten in hetzelfde schuitje. Ja. Gewoon iedere dag een collega uitnodigen om even een praatje te houden en een aantal liedjes te spelen. Jij belt met al je collega-artiesten. Zijn er artiesten die er helemaal niet mee kunnen omgaan, die een beetje depressief in een hoekje zitten? Ik merk wel dat er wat verschil is tussen een soort van in opvatting of vooral idee van wanneer het allemaal weer wat wordt zoals het gewend zijn. Mm-hmm. Ik ben zelf van de groep die denkt dat het nog best wel eens langer kan duren dan... best lang nog kan duren voordat we weer echt concerten gaan doen. Die een beetje ergens op gaan lijken. Mm-hmm. Er zijn ook muzikanten die echt denken, oh, nou, september gaan we gewoon weer spelen en aan het einde van het jaar kan ik mijn tour weer voortzetten. Wat doet deze periode met jou? Schrijf je hele andere dingen? Gaat je creativiteit een andere kant op? Nou, ik probeer vooral een soort ritme te zoeken om gedisciplineerd te blijven in het schrijven. Want aan de ene kant is een deel van wat ik nu doormaak iets wat ik altijd heb gedaan, namelijk je opsluiten en gaan schrijven. Maar dat werd wel altijd afgewisseld met het extrovert, zeg maar. Ja. Dus dat valt nu weg. Maar ik merk wel dat ik qua schrijven heel erg productief ben nu. Op 6 juni geef jij een concert in de Ziggo Dome. Hoe gaat dat eruit zien? Ja, dat gaat denk ik een hele aparte ervaring worden. Ik bedoel, ik denk dat de meeste mensen wel een keer in de Ziggo Dome zijn geweest. Ja. En ook weten hoe gigantisch dat gebouw is. En nu voor 30 mensen. Dus dat wordt heel gek. Laat de oordoppen maar thuis, mensen. Dat denk ik wel, ja, ja, ja. Hoe ziet de rest van jouw muzikale zomer eruit? Nou, ik denk niet heel veel spelen, ben ik bang. Dus ik stel me een beetje in om gewoon veel in de studio te zijn, zoals ik het nu eigenlijk ook ben. Ja.
En dat er gewoon weer, als er wel weer gespeeld mag worden, ergens 2027, dat er gewoon in één keer met 5 albums uit. Zeggen, een 8-dubbel LP komt er dan uit. Ja. Dus, ja. Zou ik echt geweldig vinden. Met welk liedje ben je op dit moment aan het werk? Ik ben met Maan aan het werk aan een nieuw liedje voor haar. Dus daar ligt nu eventjes de focus. En hoe gaat het ongeveer? Hoe het liedje gaat? Mm-hmm. Ah, jij wil een primeur? Natuurlijk. Oké, nou komt-ie. Oh, sorry, mijn geluid wil even weg. Echt gevaarlijk, jongen. Hier gaan we iets onder zetten dat je denkt, nee. Ja, dat is waar. Allee, dank je zeer. Keep up the spirit. En dat er maar mooie dingen uit mogen komen. Dankjewel. Ciao, ciao. Bedankt voor het kijken en tot volgende week. En als je nou niet naar een festival kan, ontdek dan nog eens een keer zo'n oude LP die je ergens hebt liggen. Kan ook supergezellig zijn.